Jongens, we hebben echt een slagveld hier te pakken. Iedereen is ziek. We hebben twee cameramannen die zijn uitgevallen. Overhit, zonnesteek, Marokkaanse bacteriën, verkeerde kip gegeten. De helft van het team is aan de diarree, loopt de kots. Als ik naar de wc ga, dan hoor ik elke keer wel ergens weer. Dus er zijn gewoon heel erg veel mensen ziek. Zelfs mijn eindredacteur Jorn lag met koorts op bed. Heeft nog een infuus gekregen. Marcel, die hier dansend in de vorige flipfilmpjes voorbij zag komen, die is er net naar huis gegaan met hoge koorts. Dus het is eventjes een beetje aanpezen. Het kandidaat gaat overigens wel helemaal goed. Daar is niemand ziek. En het goede nieuws is dat ik me topfit voel. Ik heb nergens last van. We zijn met drie vrouwen in dit hele team. Die hebben alle drie nergens last van. En alle mannen liggen op bed. Dus dat zegt wel weer wie er hier het sterkste geslacht is. Ben je ook ziek? Je bent een van de weinigen die niet ziek is geworden van de mannelijke garde dan. Ik ben razend shy, ik ben wel heel moe. Ja, je hebt ook echt keihard gewerkt natuurlijk. Keihard gewerkt. Ik ben een jongen, ik ben blij. Waarom ben je zo moe dan? 5 uur op voor een sunrise. Maar ik stond daar om 5 uur in de woestijn. En toen kwam ik pas om 7:30. De zon komt pas om 6:30. Ja, 7:30, sorry. Ja. Dus heb je 2,5 uur in je eentje op een berg gezeten? Ja. We gaan zo vertrekken met z'n allen. De kandidaten gaan zo meteen beginnen aan een race, een kamelenrace. We zitten nu bij aflevering 2. Ik ga ze zo meteen een opdracht geven, dat weten ze nog niet. En dan gaan we een uur of 2, 3 wachten en dan vang ik ze op. Dan kijken wie het eerste bij de finish is.